31 augustus 1923 werd hij geboren. Abel van Santen. Vandaag viert hij zijn 100ste verjaardag. Om dat te vieren is er natuurlijk koffie met een taartje en bezoek van medebewoners van de Dilgt, waar hij woont. Ook loco-burgemeester Inge Jongman komt Abel namens de gemeente feliciteren. Ik heb deze stoel voor u gereserveerd. Volgens Abel is het belangrijk dat je bij het ouder worden actief bezig blijft. Als iemand op pensioen gaat en die zegt tegen mij, God, nou ben ik helemaal niks in deze maatschappij. En die gaat er zitten voor de grootste kletsmajoor die ik ooit meegemaakt heb. Nog erger dan ik. Nee, absoluut. Dan zeg ik, dat vind ik zielig. Ik heb de hele leven gewerkt en vrijwilligerswerk gedaan. En daar gaat het om. Probeer iets dat je het idee hebt dat je nog in deze maatschappij wordt geaccepteerd. Als een rechtgehaard burger. Een geheim om de 100 te halen, dat heeft Abel niet. Als ik dat wist, was ik miljonair. Ja. Iedereen wil natuurlijk jouw geheim weten. Precies. Ja, dat vind ik nou. Elke keer als er een keer voor de televisie is, er weer zo'n oude kerel of wat ook. En wat is uw geheim, meneer? Ja. Er is geen geheim. En als er al iets is, dan moet je zorgen dat je het gevoel hebt dat de maatschappij er voor jou is. En dat jij nog een functie in die maatschappij hebt. Door mijn ervaring, want alles wat nu gebeurt, heb ik in principe al meegemaakt. Ik ben een kind van de oorlog. Ik ben gevormd door de oorlog. Toen ik 18 jaar was en een ander achter de wichter aan zit en bier drink, leerde, zat ik in een kamertje van 2x2, 2 jaar lang en mocht de deur niet uit. Dat heeft mij een beetje gevormd en al die meer. Ik wil er alleen maar mee zeggen, het is allemaal zo persoonlijk. Elk mens is uniek, hè? En daar kun je niet zeggen, dit is een geheim. Dat ligt eraan. Bovendien, als jouw genen en jouw organen niet meewerken, dan ga je eerder dood. Wethouder en loco-burgemeester Inge Jongman geniet van het bezoek. Als je heel jong bent, vind je iemand van 20 heel oud, dus je gaat mee. Ja, nou, en wat ik wel heel mooi vind, is dat je dan, nou ja, ik noem het dan een gezegende leeftijd van 100. Het is echt prachtig als je dat mag bereiken. Ja, ja goed, en als je raad nodig bent, dan klap je maar aan, hoor. Nou, dat vind ik een prachtig aanbod. Ja. Het blijft niet alleen gezellig. Abel geeft de wethouder graag wat broodnodig advies. En dat zijn de bewoners allemaal die bij elkaar zijn, die op elkaar betrokken zijn. Ja. En elkaar helpen en al die dingen meer. Dat is een hartstikke leuk cel. Ja. Nou, dat moet je zien te krijgen. Nou, als ik dus die functie van u had, ging ik 1 of 2 keer bij zo'n groep zitten. Ja. Ging ertussen zitten. Ja. En daar hoor je nou eens hoe die mensen dat beleven. Ik denk dat ik het wel eens ben met u. Dus, ja. Maar 2 keer per week wordt een beetje lastig. Van, nee, geef niet. Ja. U is van harte welkom bij ons groepje. Nou, waarom niet luik? Ja? Hij heeft met zijn 100 jaar al heel wat meegemaakt, maar zou nog 1 ding heel graag meemaken. Dat er eens geen oorlog was. Maar de mensheid schijnt dus dat te moeten hebben, dat weet ik ook niet meer. Ik ben heel erg bang voor de jeugd, voor de toekomst, wat er op dit moment gebeurt. Als je leest dat er weer zoveel dus zijn vermoord en uitgeroeid, en dan denk je, waar ga je met die wereld naartoe? Een filosoof ben ik verder, hè? Het is ongelooflijk dat je...